U werd wakker vannacht en toen? Ja, mijn echtgenote die ging opeens rechtop zitten. Die rook brandlucht en dus eruit, de broek aan. En nou, toen ging gelijk ook de deurbel, dus kon ik naar buiten. Zag de brandweer komen en zag dat het huis van de buurman in brand stond. In lichte laaien? Ja, lichte laaien. Het was de begane grond en ja, wel vlammen van een 2 meter hoog die naar buiten sloegen. En hij stond voor het raam op de eerste verdieping. U woont ernaast, het hele pand ontruimd? Het hele pand had iedereen wakker gemaakt, alle medebewoners en ja, iedereen naar buiten. Hoe ging dat? Ging vlekkeloos? Nee, dat gaat niet vlekkeloos, want de een slaat dieper dan de ander. Maar uiteindelijk, voor zover we weten, iedereen die er was, het zijn 12 appartementen, zijn naar buiten gegaan. Hoeveel mensen zijn er geëvacueerd? Ik denk dat een man of 14 zijn, uit ons pand. En de buren aan de andere kant, daar wonen er 4, daar geldt hetzelfde voor. Dus een man of 18 zijn er geëvacueerd? Ja, dat is juist. Ja. Ja. Paniek? Nee, ik geloof het niet. Nee, ieder bleef daar wel vrij rustig onder. Het is een mooie, laten we zeggen, oefening voor, het is niet te hopen, maar als het een keer zich voordoet bij ons, dan dit gaan we evalueren met de bewonersvereniging en eens even kijken van jongens, wat kunnen we voor maatregelen nemen, stel dat het zich in een van onze appartementen voordoet. Geschrokken? Ja, niet van die brand, maar meer van dat je dan de buurman, ik ken hem redelijk, boven voor het raam ziet staan. En dat dan toch voor je gevoel in ieder geval een paar minuten duurt voordat hij eruit is. Hoe is het afgelopen? Dat weet ik niet. Ik weet dat hij afgevoerd is naar het ziekenhuis, dat hij wel ademde, maar geen idee, weet ik niet. Is gewond geraakt? Mag ik aannemen, dat denk ik, ja.